een Maurice bij. En dan misschien de Maurus. Wij zeggen nooit Maurice. De Maurus. En de Rieke en de Henri. We zijn met 23 weggegaan. En er waren er 15 die nog niet terug waren. Hè. Een stuk of 12 wat me zeker van was dat ze dood waren. En dan 3. Men weet niks. Denkt u nog vaak aan die mensen die gestorven zijn? Dikwijls. Dagelijks. Als wij er niet aan denken. Bij het begin van de oorlog, mei 40, was ik 16,5. En in januari 41 ben ik toegetreden tot het geheim leger. Wij hebben aan verdeling van slijkpers gedaan, maar de Duitsers zijn het te weten gekomen. En ben ik dus aangehouden thuis, want zoals ik zei, het was de blokperiode. 27 augustus 1941, om 5 uur 's morgens, een gerammel en een gebonk op de deur met de kolven van de geweer stonden daar, veldgrauw, angstaanjagend met die grote kasken, helmen op, van ja, helmen, die geweer in mitraillet in hun hand. En, het gebrul was van afmaken, sofort afmaken en zo verder. Opeens gaan die deuren open. Er springen daar zo'n 5, 6, 7 mannen binnen. Revolver in de vuist. Handen naar omhoog, sigaretpolitie. Ik stond in het atelier. En dan zijn dat weer gestapo's binnengekomen. Hè. Maar ik wist ook niet van wie dat die kwamen. En die zijn dan daar naar de dingen, naar de planning geweest en gevraagd had, waar zit die in Oudman? En dan hebben ze mij aangewezen en zijn die bij mij gekomen. Hè. Ik zag al toen ik in de straat kwam, toen ik mijn huis naderde, dat er iets verkeerd was. Want aan de overkant stond iemand in een portiek opgesteld. Bij mijn deur stond er ook iemand, maar het was te laat om nog rechtsomkeer te maken. Ik werd aangehouden en naar de Begijnenstraat gevoerd. Ik werd dan 's morgens vroeg, 4, 5 uur, ik weet het niet, uit de cel gehaald. Samen met nog 3 anderen die in andere cellen zaten. Wij werden met z'n vieren in een auto naar Breendonk gevoerd. Nicole. Jan. Mevrouw. Jongens en meisjes. De geschiedenis van Breendonk die ik ga vertellen is eigenlijk mijn geschiedenis. Hoe ik hier binnen ben geraakt en wat ik hier de eerste dag met de ondervraging heb meegemaakt en wat ik dus daarna ook de volgende maanden heb meegemaakt. Hè. Maar in het algemeen is mijn verhaal het verhaal van de 3000 à 3400 gevangenen van Breendonk. Dat was dan net of de zwarte tunnel
die mij zou opslokken. Dus daar was geen einde aan die tunnel. Hè. Dat was een gat. En wie hier binnen treedt, laat alle hoop varen. Dat was het einde. Ik was dan geboeid met de handen op de rug, heeft men mij opgetrokken, dus die haak hier aan vastgemaakt en dan omhoog getrokken. En dat is een vreselijke pijn, je kunt dat wel voorstellen. Dan, die borstkas die wordt opengetrokken, uiteengetrokken bijna. Hè. Dus omhoog getrokken en dan weer terug neergelaten op die balk, terug opgetrokken. Ik ben toen in zwijm gevallen. Zo zagen we de gevangen van Breendonk eruit. En dat het nummer. Ik had nummer 454. En als ik aan mijn nummer denk, dan is dat altijd in het Duits natuurlijk. Hè, want wij werden in het Duits geroepen. Niet als Herr van Kalster, maar 454! Jawel! De Duitsers moesten altijd roepen, hè? En dan moest je terugroepen. Want anders was je geen man, hè? Je moest altijd roepen. Als je dan zou zeggen: ja, meneer. Hé! Hey, was! Jawel! Ja, de doodkisten stonden altijd klaar, want er zijn natuurlijk heel wat doden gevallen hier. Dat was de plaats van terechtstelling, de executiepalen en de drie galgen. Te fusilleren heb ik heel vaak meegemaakt en dat gebeurde dan 's morgens vroeg, wanneer wij niet werden gehaald om te gaan werken. Dan wisten wij al, wanneer de deuren gesloten bleven, dus, dan wisten wij al dat er iets ging gebeuren en ja. Iedereen kon zich verwachten van daarbij te zijn. Hè? Van, daar werd je zomaar uitgehaald om te worden terechtgesteld. En je ziet, het zijn er geen weinigen. Hè? Dat is 240 op die 3000 à 3400 gevangenen. Plus dan dat er hier nog zijn weggehaald om ergens anders te zijn terechtgesteld. De andere kampen. Ik had dus een carte d'identité, ik was CR4, ik was toch 15 en ineens moest ik naar dat gemeentehuis en ik kreeg een stempel Jood. Zoals wij allemaal. Op de identiteitskaart. En die gele ster erbij. Ik werd dan uitgehandigd. Ik denk dat het in één operatie was. Gele ster, Jood. Tja. Dan is dat al wel een beetje anders. En stilletjes aan, dan mocht je niet meer naar de cinema. Dan mocht je niet meer naar het park. En dan moest je om 7 uur 's avonds thuis blijven. Je mocht niet meer buiten. Ja, dat weer dan. Precies, een snoer, dat wordt stilletjes aan dichtgetrokken. Omsingeld, dichttrekken. Ik kon die avond niet vermoeden dat de volgende morgen om 4:30
op mijn deur zou geklopt worden. Niet zoals men netjes op een deur klopt, maar er werd op de deur gehamerd. En dat was de Borgerhoutse politie. Ze gaven ons 20 minuten om alles te pakken en met hun mee te gaan. Zo zijn we naar Mechelen gevoerd. In Mechelen werden we aan de camionetten, moesten we snel eruit springen en de kinderen eruit halen. Want u zult weten, iedereen die met ze te doen had, zal weten dat alles moest geen snel, snel, snel. Los, los, los. Dus wij haasten ons om zo snel mogelijk uit die camionet uit te komen. En we moesten ze opstellen aan twee kanten. En toen heb ik mijn eerste fysieke kennismaking gehad met de Duitsers. Want mijn vrouw was met haar 3 kinderen. En ik wou mij direct zetten bij mijn vrouw en mijn kinderen. Ik dacht, daar hoor ik bij. En toen heeft zo'n Duitser me in mijn nek gegrepen en heeft me geslingerd naar de andere kant. Toen begreep ik al meer wat er ging gebeuren. Hebben jullie een vragenlijst? Ja. Of gewoon documentatie? Vragenlijst. Vragenlijst. Ik heb hier gevangen geweest. 10 maanden. En hier rijden dus de bussen door, hè, tot in het midden van het lokaal. Dat midden moeten echt niet opnemen, hè? Want dat was er dus niet. Hè? Dus dat was leeg. Ja, ja, wij moesten hier zo rondlopen, hè? Zigeuners en Joodse mensen. Maar daar middenop heeft er het lijk gelegen van een Vlaamse SS'er die de weerstand vermoord had. En die lag daar dan met een hakenkruis op zijn baak. Hè? En daar moesten wij rondlopen. Ze deden ons de mond openen en dan gingen ze zoeken in onze kiezen of dat er geen briljanten in zaten. Dan gingen ze zoeken in onze oren of er geen briljanten uitvielen. En als dat niet genoeg was, moesten de meisjes en de vrouwen moesten de benen openen en dan gingen ze met een rietje tussen de schaamspleet. Is dat langs hier dan mogen? Of? Ja. Ja. Als er dan nieuwe groepen gevangenen aankwamen, dan riepen de zusters alles af die stoepen. En dan moest dus iedereen rap, rap, rap naar boven lopen. We werden gekazerneerd op de eerste verdieping. Dat was een hele lange zaal en dat was helemaal bedekt met stro. En daar moesten wij dus in gaan overnachten. We lagen daar mannen en vrouwen achter elkaar in dat stro. Er werd niet naar elkaar gekeken. Hier was mijn bed. Iedereen dus. Met iedereen, hè? Mannen, vrouwen, kinderen, alles lag hier. Dat was de wachtzaal van Auschwitz.
En dan moesten we de volgende morgen heel vroeg, ik herinner me dat niet meer, zal ik zeggen, 5 uur klaar zijn. En dan was het nog half donker en dan werden we dus buiten gejaagd. En dan stond ginderachter, denk ik, de treinen. Dus wij waren hier onder strenge bewaking van de SS'ers naar daar. 28 augustus 1942. We zijn vanuit Antwerpen vertrokken, dus de 10e, 18 dagen later, met een prachtweer, zeer hete zomer 42, in die treinen gestopt. Men bracht ons naar een soort perron en die treinen voorgereden, beestenwagens, deur open. Binnen lag stro, er was een beetje water, een emmer water. En men kreeg een half Frans brood. En die deur dicht. En dat was dus 3 dagen. Het was verschrikkelijkheid. Dat beetje water dat er was, dat was dezelfde dag op, of 1 uur, 2 later. De kinderen huilden. We waren, denk ik, ongeveer met 100 personen. Het was boom, vol. Er was geen plaats te zitten of staan. Er was stro op de grond, maar er was geen plaats om naar het toilet te gaan. Dat ging in die emmer, er waren vrouwen, kinderen, mannen. Dat was al een zeer verschrikkelijke toestand. Ja. We wisten het niet, maar... We waren toch al ter dood opgeschreven. Dat speelde dus helemaal geen rol wat er in die wagon gebeurde, die voorzien was voor naar Auschwitz te gaan. Indien al de bomen zouden pennen zijn en al de wateren inkt en al de mensen schrijvers, denk ik niet dat er een mogelijkheid is dat men dat kan beschrijven. We hebben kinderen gezien van een paar maanden die potjes hebben omgedraaid. Het was heel warm toen. Het was een hitte geweldig. Of dat er een beetje water ging uitkomen te drinken. We waren tezamen met vrouwen en met kinderen tezamen. 5 dagen en 5 nachten, zonder eten, zonder toiletten. En zonder toiletten. En die kinderen hebben dat maar gemaakt. Ja, wat kun je doen? Dat is niet te beschrijven, de ellende, die miserie die wij meegemaakt hebben, die 5 dagen. En er was er iemand, altijd veranderd van die wacht, die ging zitten voor de deur om te bewaken. Maar als de deur was een beetje open, mijn moeder heeft ons de hele tijd gezegd, als je de gelegenheid hebt, spring eruit, vlucht, doe het. Die was heel pessimistisch gestemd. Het ging er niet bij ons in dat wij gingen weglopen en ons moeder alleen laten. Dat kan men niet doen. Natuurlijk, moesten wij weten wat ons te wachten staat, hadden we het wel gedaan natuurlijk. De jongste was ongeveer 2 jaar. De middelste was 5 jaar. En de oudste was 6 jaar. Hun naam was Herman. Isaac en de oudste was Andries. Ja.
Zeker heb ik over mijn kinderen gedroomd. Maar dat is zo geregeld dat daar kan men moeilijk over spreken. Het was met mijn drie zonen had ik zo'n prachtig leven. De oudste had een fiets, hij was een hele flinke jongen en ik had een fiets. En Sjaak zat op de portbagage en Hermannetje zat voor op de buis. En zo gingen wij weg naar het Rivierenhof. En er was een volière met beesten en met vogels in het Rivierenhof. Zo kan ik u lang vertellen. En ik was thuis alles, ik was de olifant en het paard en al wat gewild. En we hebben gedanst in mijn armen. Weet u dat ik een foto heb van mijn vrouw en drie kinderen die ik nog niet naar gekeken heb? Van dat ik bevrijd ben, heb ik het nog niet gewaagd om naar die foto te kijken. Ik wil niet weten waar hij zich bevindt. Ik weet waar hij is, maar enfin, anderen weten waar hij is. Ik weet het ook, maar ik laat hem niet voor de dag halen. Ik heb er nog niet naar gevraagd. Ik durf niet. Nu, na 45 jaar, durf ik nog niet. Hier was wel het droevigste moment van de deportatie. Zoals je ziet aan die spoorlijnen, ze zijn verroest. Want de trein waar wij mee gekomen zijn, die kwam hier voor het perron. Je ziet, hij loopt hier dood. Ik was bij mijn vrouw en kinderen nog. En de trein stopt en men roept alle mannen onder de 50 moeten eruit. En toen, juist op dat moment, kreeg ik al een trap in mijn rug van zo'n grote SS'er met zijn laarzen in mijn rug. En ik was eruit voordat ik ze nog even heb kunnen omhelzen of goeiedag zeggen. Niets. Ik sta hier nu op die plaats. Ik kan niet meer huilen, dat gaat niet meer. Maar het is een zeer droevige plaats hier. Het laatste beeld dat ik van ze heb, is dat ze zo stonden, zo. Ik vergeet geen één detail van mijn kinderen. Ik reken nog dagelijks uit hoe oud ze nu hadden geweest. En hoeveel kinderen er hadden geweest. En wat voor een familie dat ik misschien gehad had. Wie kan dat nou allemaal vertellen? Dat kan je toch niet vertellen. Men kan het leed van de ene niet op de andere dragen. Hoe zullen mijn kinderen gestorven zijn? En dat heb ik nog dagelijks bijna. Hoe zijn zij gestorven? Hoe was dat? Hoe was dat dat mijn vrouw met die kindertjes stond in die gasoven? Hoe was dat? Daar moet ik tegen vechten. Maar natuurlijk, als ik hier sta, dan als ik dat hier zo zie en ik denk hier eraan. Hoe dat we al gemarteld werden in die trein en dat goede mensen onderweg ons drinken wouden geven en dat ze niet mochten van de bewaking. Ze mochten ons geen stukje brood geven, ze mochten ons iets te drinken geven. Er mocht niemand in de buurt van de trein komen. Tja, mijn heren, het is hier een zeer, zeer een plaats waar, ja, die toch, zolang ik dat beetje wat ik nog leef,
Niet uit mijn geheugen zal gaan. En toch, het is als het ware hier dat ik zou kunnen bidden op hun graf. Want hier was eigenlijk het begin van hun graf. Want zij zijn, die kindertjes zijn direct vermoord. Dus, en waar ze juist vermoord zijn, in Auschwitz, dat is al allemaal uitgewist. Maar hier, die rails, die spreken nog. Die rails, die verwoeste, die verroeste rails. Maar dat je ziet, ze zijn niet meer, voor wat anders zijn ze niet meer gebruikt. Ze zijn alleen gebruikt voor de weg naar de dood. Ineens stopt die trein. En hoort orders roepen. En die één voor één horen zo metaal, dat klinkt zo. Dat waren dus die deuren die openvlogen, die ze opendeden. Die op slot waren met zo'n dingen, die werden dus opengedaan. En ineens zo'n SS gekleed in die wagon. In onze, ik spreek van onze wagon, ik zag geen andere. Die mannen, alle mannen raus, vrouwen en kinderen blijven. Met hun verschrikkelijk SS-geroep, zoals zij dat kennen. Schrik aan de jagen. Man eruit, vrouwen en kinderen blijven. Dat was het laatste beeld dus dat ik van moeder heb gehad. Een uur of twee later, die allemaal, ze waren allemaal dood. Men wist dat niet. Anderhalf jaar hebben we gedacht, wij zijn in één kamp. We hebben er regelmatig over gesproken. En die vrouwen en kinderen zijn waarschijnlijk in andere kampen. Die zijn ergens, ja, kinderen hebben scholen, kinderen hebben, die worden dan grootgebracht. Men wist niet. Hoe kon men ook, dat kan men zoiets, kon men toch niet weten. Het was de eerste selectie. Ik wist ook niet, toen mijn kinderen hier in die trein bleven, dat ze direct zouden vermoord worden. Dat wist ik niet, dat kon ik niet weten. Ik kon ook niet weten wat mij te wachten stond. Want als ik alles geweten had, had ik beter mijn kinderen zelf vermoord. Dan had ik tenminste geweten hoe dat ze vermoord zijn. Nu weet ik het niet. Dat speelt nog dagelijks in mijn hoofd. Nu weet ik het niet. Ik weet niet wat ze meegemaakt hebben. Ik weet niet wat dat was om zich geheel te ontkleden. En mijn vrouw zich geheel te moeten laten ontkleden. Om spiernaakt in die gasoven te gaan met die kindertjes. Ik weet niet precies hoe dat ging. Zo min als dat ik wist wat mij te wachten stond. Ik wist niet dat we met 1000 van Mechelen zijn vertrokken, waar maar 17 levend van terug zijn gekomen. Kon ik niet weten. Voordat we vertrokken, hebben ze ons gezegd dat we gingen voor te werken en we zouden mooi bij elkaar blijven. Dat hadden ze ons allemaal beloofd. De heren van de grote beschaving hadden dat ons allemaal beloofd. We zouden bij elkaar blijven. En toen heb ik tegen mijn vrouw gezegd, maak je geen zorgen, schat. Ik kan goed werken, ik ben sterk. We zullen wel dat overleven, want ik kan goed werken. Moet je geen niet ongerust zijn. Ja. Zo hebben ze ons verteld. De heren. Het was 's avonds, ik weet niet wat uur. Die trein was weg. Soldaten omringden ons, het was Duitse politie. En men deed ons marcheren, het was zand. Door de velden, door zand.
En we marcheerden tot, ik weet niet hoe lang. En dat was een klein... Ineens zagen we zo'n barakken. Zeggen dat ik het al herken. Dat is wel degelijk het eerste kamp waar we een langere tijd bleven. Dat toen we hier kwamen, vonden we een beetje beter georganiseerd kamp met ongeveer een 300-tal personen. Zou dat hier de plaats zijn? Ik denk dat de ingang, dat we nu door de ingang aan het stappen zijn. Aha. In ieder geval, dat gebouw bestond niet. Dat huis bestond niet. Ja, ze lopen hier allemaal. Ik moet zeggen, men rijdt hier in dat Polen. Ik was verleden jaar maart hier geweest met mijn twee dochters. En dan rijd je zo, je ziet die namen van die stadjes allemaal. Maar ik weet niet of dat er zielen bestaan. Men zegt dat het leven na het leven. Al die zielen zijn hier. Die mensen zijn er allemaal. Dat is vol van miljoenen Joodse inwoners. 3,5 miljoen. Al die schimmen. Minimaal. En dan heb ik gemerkt wat een mens is of wat een wezen is, ongeveer. Men kan aan niets anders meer denken. Men loopt en al wat dat je doet of al wat dat je denkt is waar, vindt men iets om te eten. Je loopt langs gras, weet ik, denk je misschien al. Tja, dat is een sterk stuk. Iets dat eruit steekt, misschien is dat iets voor. Maakt dat dan, dan is dat niks, dan is dat bitter, dan is dat vuil. In feite bestaat er toch niks dan de herinnering, want iets dat nu niet is, bestaat toch niet. De mandel bestaat, ik weet niet, de horloge bestaat, maar iets dat 10 minuten geleden gebeurd is, bestaat niet. Ja, als ik die kinderen zie, gaat me dat zo door het hoofd. Voor die kinderen, godzijdank voor hen. Co to jest wojna? Nie. Nie. Nie jedziemy do szkoły? Po szkoły? Po szkoły? Tak. W porządku wszyscy? Ty znasz, co tutaj było? Obóz koncentracyjny. Tak? Idziemy to. Aha. A teraz wszystko w porządku, tak? Tak. A, no dobrze. Do widzenia. Jonge mensen weten van niet. Wil ik aannemen dat het grootste gedeelte van de kinderen, van onze kinderen, niet wisten wat er met hen ging gebeuren toen het gebeurde. Dus ergens is dat een troost. Dobry dzień, pani. Ja jestem z Belgii. Tak? Byłem tutaj w lagrze, w wojnie. Tutaj był lager? Tak, tak. Tu, gdzie są te drzewa wysokie. Tak. Tu był. Tu był. Tu był piec, tu palili, tu było wszystko. Palili co? No, ciała. Tak. Tak. I ten piec jest do Oświęcima przewieziony.
Tam w Oświęcimiu jest. Czepionki pisze, piec Czepionki. Ja wiem, byłem w Oświęcimiu, ale tutaj był... Tutaj był lager. Pani znała lager? No pewnie. Pewno, pani, tak, bo tu tak. Mieszka, tu mieszka, tu w tym mieszka? Domu, tak. Tak. A ja w tym domu. Tylko mieszkała, mi. Mieszkała tutaj? Tak. Lager, tak. Lager było tutaj? Tak, a ona tu mieszkała w tym domu, tu. Widzicie? Tak. No pewnie. A mój mąż tylko, to chleb tylko. Nawet tu donosił. Tylko? Ile lat? Ja 20. Ja teraz 65. Byłem 18. Starsza. Ona starsza, bo ona ma 70. No, ja już pani 70. I pani widziała tak. Wszystko tutaj? No wszystko tutaj, pewno. Wszystko się widziało, wszystko. Co to? O, idzie wujek. To on jeszcze, bo a on jeszcze najprędzej. On jeszcze najprędzej, bo on tu mieszka, bo tu mieszka, w tym domu. To tu. Jeszcze więcej to jeszcze więcej wychodzę, słucham, no. Chleb tu dawał. Mnie zabrali konia stąd, jak Żydki odjeżdżali. Dlaczego? No zabrali i jechali. Niemcy uciekali, jak uciekali. No, nie mów. Nie mówisz do rzeczy, wiesz, co tak. To kogo obchodzi o konia? Tu chodzi o to, czy pamiętasz ten lager, jak było co? Czy ludzi zabili? Ile ludzi czy zabijali, czy palili? O to chodzi. Zabijali, palili Żydów codziennie, tak. A on tam, stare, tak. No. Niech pan posłucha, ja 77, wiem, bo tu miejscowy byłem, to wiem na wszystko. No, ale ty nie mówisz do rzeczy, o co im chodzi. Wiem, gdzie był piec, nawet go minowali, jak był. Minowali go. No, o to chodzi właśnie. No, o to chodzi. Minowali go i zabrali mi konia, jeszcze żywego, jeszcze żywego Żydka do pieca ładowali. I to była godzina 10 wieczór. No. Tu chodzi o to, żebyś powiedział, że rano jak chodzili, jak mój opowiadał, jak ich pędzili po dwóch, po tym, po tym. Ja myślę, że my pracowałem tam, gdzie jest, no, to nie, tak, nie było daleko, to było... No to było w Sierszy w takim razie, jak niedaleko. 10 minut. Bo stacja kolejowa tam w Trzebini to jest tam dalej. A najpierw był za torami. Stacja kolejowa też w Sierszy. Sami Żydki byli za samymi torami tam. Za stacją. A potem stamtąd ich z Oświęcima przewozili. Ale tu chodzi o ten. On tu ja był wiem, w tym no to był lagier, no. Żydki byli. Żydka, nie tylko Żydki, bo Anglicy byli. Anglicy byli. Belgia była. Najpierw, ja. Anglicy najpierw byli. Pan nie wie. Trzebinia jest klein stadje. En was een station, zo met twee rails. Wij moesten die station vergroten, dat weer een groter rangeerstation. Waar we goederen dan moest brengen naar verschillende streken sturen, weet ik. Wij moesten dat verbreden met 20 rails in de breedte in plaats van 2. Dus het was een enorm werk. Het is bij dit soort werk, of beter gezegd onwerk. Ja. Dat ze die meneer Ubersveld hebben gedood. Ja, tijdens het werken is die man. Hij was al zo klein, of wie zijn, hij was al zo uitgemergeld. En zwart, had hij er iets gemaakt voor zijn handen te beschermen? Dat was 3 keer zo groot als hij zelf. Die had soort handschoenen. En die ene Duitser vond dat plezant. Ze begonnen hem te slagen, die sneeuw lag hoog. En hij kreeg dan een slag en hij wiel om in die. En dan, dwong hem zijn recht te staan en dan die ander. Ze hebben hem zo lang geslagen dat we hebben hem binnengedragen in het kamp. En dat was hier tijdens dat werk, in die sneeuw. Rangeerstation. Het kamp ligt dus daar. Ja. Het kamp. En wij gingen. Ah, voilà, we hebben zo rondgereden. Ik zeg, dat was niet zo. Ik zei, het was niet zo ver. Maar het is niet ver. He, dan, dat ligt hier achter, he, achter die. We gingen zo recht vanuit het kamp naar hier. Het is helemaal niet ver. De lengte, ja, dat is juist. Zo is dat ongeveer 8 meters. Ik weet niet. Acht meters, alstublieft. Ineens weet ik terug de lengte van een rij. Dat is verschrikkelijk zwaar. En. Ja, de Poolse werkman die hier werkte, die Polen, die kregen zo'n soort een sleutel, zo'n stang met z'n twee man konden ze dat dragen en dat pakte hier vast met een handvat. Maar wij kregen dat niet, wij moesten dat met de hand dragen.
Ja, hoe dat een rail en spoor, hoe zwaar dat is, hoef ik niet te vertellen. Zo'n klein stuk dat weegt, ik weet niet, maar als lange sporen. Men stelde ons elke 2 meter of zo, of meter een man op. Die elk stuk woog 10 keer zoveel als wij zelf. Sneeuw. Sneeuw kleeft aan de schoenen. Dat wordt puntig, dat plakt dus zo. Je hebt helemaal geen evenwicht. Je hebt helemaal geen kracht. En dat moet op de schouder. En daar wordt op geslagen. Totdat je die op de schouder hebt en voortgaan en dat neergooien ergens. En dan komen er treinen. En die treinen moeten dan wachten dat wij het een beetje ontruimen. En dan staat er ineens zo'n trein voor me. Het was ijskoud buiten. Je ziet binnen door een van die ramen, ik stond er tegenover, zit een vrouw met een kind, mooi kindje, schoon gekleed. Je ziet dat warm binnen is, die ruiten zijn prachtig doorzichtbaar. En ze zit aan een venster en ze is een appelsien aan het schillen af doen. En ze geeft zo'n stukje aan dat kind. En ik stond zo verlamd erna te kijken. Nee, dat kan niet. Dat is een heel andere wereld, dat is iets dat niet bestaat. Dat mensen gewoon kunnen rijden, komen en gaan waar ze willen. En voilà, en toen hebben we gezegd, ik wil niet meer voortdoen. En dat was zo'n soort beeld, die trein die dicht staat. Dus daar stonden wij aan de overkant. En ik denk, recht daarna, dan moesten wij dat dragen of die balken die ze waren of zo. Ik heb hem gewoon op mijn voet laten vallen. We zijn nu het gedaan, dan gaan ze me er ergens weg doen. Toont dat beeld? Dat beeld, ik weet niet of ik, ja, wij staan hier, we hebben toch niks gedaan. Ik woon in Antwerpen op de uitbreidingsstraat. En ineens sta ik hier. Waarom? Moeder is er niet meer, zuster is er niet meer. Vader staat ernaast, is ziek. We hebben toch niks gedaan om hier te moeten. Onder met mannen met geweren rond.